Ik ben zelf organist in de kerk. En je merkt het meteen, soms dan speel je ook wel eens bij een trouwdienst of een begrafenisdienst. Veel mensen van buiten Urken, dan denken, ja, komt er nog wat? Ja, en een Urker die zet meteen zijn keel gaat openen en dat is het hoofd en de nek en zingen. We hebben wel dominees in de kerk. Ja, nou, moet, als ik op Urk preek, dan moet Psalm 42, vers 1, 3. En dan een half toon yoghurt, maar de Heer zal uitgeven. En dan gaat het en dan komt er wat. En dat is heerlijk om daartussen te zitten. Ik denk toch dat het in ons bestaan verankerd is, het zingen. We hebben gemengde koren hier in Urk, we hebben ook een vrouwenkoor in Urk, maar toch minder. Ik denk dat wel er heel ondeugend over zeggen. Als je in de natuur kijkt, in een volière of zo, daar zingen ook alleen de mannetjes. Dus ik hoor eigenlijk, ik hoor het liefst mannen zingen. Ik hou van vrouwen, maar ik hoor het liefst mannen zingen. En vader en zoon Nentjes zingen al jaren onder de kramers. Dit is dus het monument. Nou ja, dit is natuurlijk al van een paar honderd jaar van de mensen die allemaal gebleven zijn op zee. Ook van onszelf liggen hier ook een hoop familieleden net. Er zelfs een broer van mijn neven. Ja, er zijn heel, heel veel leden van Crescendo bij. Hier zaten wij ook bij de oprichters 1960. Die Fok en die Willem Hoekstra. Bij de oprichters van Crescendo. Maar heb je nou het idee dat effect heeft op de manier waarop jullie zingen? Nou ja, er spreekt meer. Wij zingen veel dat lied van Ziet in blinde razernij. Dat zijn bijzondere liederen en zo. Dat spreekt zoveel aan. De storm ja. Zijn kracht is spant. Ja, er zijn, ja. Wij hebben er een andere beleving van natuurlijk als iemand als een schilder, zeg maar. Of iemand die timmerman is, dat beleef je dat anders. Je weet wat je over zingt. Als je op zee bent en je zit in zo'n storm, denk je dan ook wel eens aan de muziek? Nou, maar de woorden uit de Bijbel en uit de liederen, die spreken je meer aan. Hè? Dat is toch, ja, ik weet het niet of je dat eigenlijk uitdrukken moet. Je leeft er meer bij. Je weet de bewarende hand van God die over je is. Ik bedoel, en dat ervaart je steeds meer en meer, hè. Want de ruwe stormen, ze mogen woeden alles om me heen zijn. Nou, God, mijn God zal mij behoeden. Hij heeft over mij dat getrouwde. Ik bedoel, dat zijn dan die woorden, daar leef je dan toch mee. Hè? Je kan een lied kun je soms 10, 20 keer zingen, weet je niet. En dan bepaalde keren, dan zing je dat lied. En zo ineens spreken die woorden zoveel tot je. Ja. Dan heb je onder de zingende brok in je keel. Dan denk je, ja, dat ik dat uitdragen mag naar andere mensen toe. Dat is ongelooflijk. Ja. Het is een beleving van wat je zingt. En dat straalt toch Crescendo erg veel uit. Dat merk je ook aan alle mensen. En de mensen, ik denk dat de toeschouwers dat toch eigenlijk wel raakt. Daar loopt er een, die is 50 jaar lid geweest van Crescendo. Dat is een vrouw, kijk net. Die 50 jaar lid geweest van Crescendo. Ja. Nou is zijn stem heeft dit opgegeven. Nou is die Joop Woord. Ja. Iedere familie heeft wel één zanger op Crescendo zet. Vroeger waren we allemaal visser. Ja, wilden we west over, dan gingen we west over. En wilden we noord, gingen we noord. Wilden we oost, dan gingen we oost. Daar waar de vis was, waren wij. Dat mag niet meer. Ja, als je nu schipper van de kodder bent, dan ben je een halve boekhouder. Dan moet je precies de kilo's vis die je vangt noteren in je logboek. Je bent zo beknot, de vrijheid die is weg. De vrijheid die wij voelden en ervoeren, die is er niet meer. Dames en heren, goedemorgen. Jullie chauffeur is vandaag weer Ab. We gaan een mooie dag tegemoet. De zon die schijnt al. Vroeger met die kleine scheepjes en die zeilbottertjes nog, waren de mensen toch afhankelijker. Je was afhankelijker van het weer. En toen was het geloof, speelde het toen een grote rol. Geestelijke jaren, dat beheerst toch wel 70-80% van het repertoire wat er aan boord gezongen wordt. En als je dan met de koor zo'n psalm instudeert en je proeft de fijne sfeer die wij onderling hebben, je leeft toe naar een concert of naar een opname van een cd. En als je dan in een kerk zingt en we krijgen heel veel reacties van mensen die bemoedigd worden in hun geloof of vertroost worden als ze verdriet hebben, dan doet je dat heel goed. Kijk even om me heen, niet te dubbel gaan staan, maar eventjes netjes uitwaaieren.
Wat zeg je even? Eerst even stil, wat niemand hoort. Wij praten normaal harder dan dat een normaal mens praat. Want dan zeggen ze wel, dan zeggen ze een beetje... Maar ja, dat is toch iets dat is geboren omdat je boven een motor uit praat. Dat is waar. Als ik nou thuis ben, dan zegt mijn vrouw ook wel eens tegen. Praat niet zo hard. Maar ja, dat zijn wij gewoon gewend door de week om hard te praten. Dus je zingt ook harder. En dat hebben wij zelf niet in de gaten, maar je zingt automatisch harder. Daarom moet de dirigent ook altijd. Ja. Als een dirigent, en als een dirigent dan ook nog zo gaat staan voor je. Ja, dat je nou ja, dan gooi je hem los. Nou ja, dan, en als dat dan de andere 90 ook doen, ja, dan heb je volume. Dus daarom zingen wij een beetje harder. Samen met elkaar van verschillende kerken. Dat is toch iedere zondag bij ons een beleving met crescendo. Dat je toch zegt, jongen, we gaan lekker de liederen en de psalmen lekker zingen. Dat is altijd, ja, wij vinden het prachtig. Ik zou het niet graag willen missen. Ik doe het natuurlijk al jaren, want ik ben bij de oprichting nog geweest van crescendo in 1953. Maar ik vind het nog elke zondagavond en velen met mij. En, nou ja, nou jongen, wat een ja, feest, dat is gewoon zo. Ja, kijk, je moet natuurlijk ook van zingen houden. Dat is een eerste vereiste. En je moet ook een beetje zingen kunnen. Jij en ook mensen die kunnen ook echt niet zingen. Maar je moet ook graag willen zingen. Ja, en als je dat dan graag doet, ja, dan moet je gewoon op een koor. En dan een koor wat het beste bij jou past. Ja, omdat mijn vader was crescendo, dus dan ga je ook op crescendo. Dat koor past dan gewoon het beste bij, vind ik nog. Dat was gewoon wat mij, ik zou geen ander koor weten. Nou, zet in jongens, daar draait. We worden allemaal weer ernstig en geconcentreerd. Nou, daar gaan we, vrienden. Het is nog wel een Urker visserskoor, maar vroeger viste het bijna echt iedereen die erop zat. Dat is nu ook niet meer zo van natuurlijk, want omdat er al veel minder jongens en veel minder kouder varen als toen. Ik weet niet eigenlijk precies hoeveel er nou nog vissen hoor, wat er op Crescendo zit. Maar dat is, wat er al misschien een stuk of 15 weet. Maar meer ook niet meer. Wel die met visserij te maken hebben. Wel die met visserij te maken hebben en zo. Dat blijft wel, want Urk hangt heel veel van de visserij nog steeds af. Hè. En het zingen, ja, dat is toch weer een iets apart. Ik bedoel, dat blijft. Ik ben de derde generatie Kramer die aan het roer staat van Crescendo. En zoals het er op het ogenblik uitziet, ja, mijn zoons, nou, er komt vast een tijd als ze zeggen, nou, ik trek mijn Urker pak ook aan, ik ga ook zingen. Ja, die tijd die komt.